Vandaag ontvangen leerlingen van onze school hun diploma. En wij zijn erbij. We control our fate. Destiny awaits. We are all the actors in the stories we create. Hope will be our guide. We'll know. En wat gaat er allemaal door je heen? Ik vind het super leuk dat ik ben geslaagd. En natuurlijk mooi jurk aan heb. Hoe voelt het om geslaagd te zijn? Heel fijn. Maar wat er door ons heen ging? Nou, geweldig natuurlijk. Hartstikke blij. Extatisch. Nou, jullie zien er allemaal super goed uit. Heel veel plezier vanavond. Feel the pride, let's show our colors. Wat is er bijzonder dit jaar? Nou, wat er heel erg bijzonder is dit jaar, is dat het een coronajaar is geweest. En dan vind ik dat de leerlingen echt een hele bijzondere prestatie hebben geleverd om in dit coronajaar toch een heel mooi diploma te halen. Want ze hebben te maken gehad met 1,5 meter afstand, met thuisonderwijs, met online, met klassen die we moesten splitsen. Ze misten hun vrienden, ja? En als ze dan toch een heel mooi diploma halen, dan vind ik dat echt een fantastische prestatie. Wat is het belangrijkste wat u vandaag tegen de leerlingen zou willen zeggen? Wat ik graag tegen de leerlingen wil zeggen is dat ik vind dat ze in dit jaar enorm zijn gegroeid als mens, als wereldburger. En dat ze eigenlijk klaar zijn om in een hele moeilijke wereld in te stappen, waar ze zich staande kunnen houden. En ik vind dat wij dat als school samen met de ouders heel goed gedaan hebben en dat ze klaar zijn voor een toekomst. Dat is mooi gezegd. Goedenavond allemaal, geslaagden en natuurlijk vrienden en familie van geslaagden. Vandaag ben ik hier om twee mensen van deze groep te bedanken voor al hun werk voor ons Stedelijk College TV. We beginnen met Gayatri Schrikko. Super bedankt voor al je werk voor SCTV. En ook Clara Maxime. Naast de gewone schoolvakken heb je ook veel andere activiteiten gedaan, waaronder SCTV. Hoe kijk je daarop terug? Ja, ik denk dat ik mijn plekje op deze school vooral heb kunnen vinden dankzij de extracurriculaire activiteiten. Ik ben echt, heb mezelf ontwikkeld dankzij die extra dingen. Ik weet ook niet wat ik zou hebben gedaan als onze school die niet had. Ja, ik ben er heel dankbaar voor. Je moet ook gewoon zorgen dat je deze extra dingen doet wanneer je niet weet, ik heb zoveel projecten of ik heb zoveel toetsen. Als je het gewoon inplant op tijden van rustige periodes, dan kun je het eigenlijk gewoon heel erg leuk hebben, omdat je zoveel tijd hebt om te doen wat je wil. Speciaal bedankt voor het feit dat jullie mee hebben geholpen. Ook de dag van de uitslag was een hele happening. Hoe was dat? Ik vond het hartstikke leuk, want het is eigenlijk weer na een lange tijd dat je alle maten weer ziet van de klas, allemaal daar zo aanwezig zijn. En er was ook een heel apart dingetje voor mensen die Chinees hebben gedaan, wat ik zelf ook heb gedaan. Je hoort bij de eerste groep leerlingen die Chinees heeft gekozen als moderne taal. Hoe kom je erbij om Chinees te kiezen? In de tweede klas werd het aangeboden als een extra vak. En dat leek me hartstikke leuk, dus toen ben ik het, of in de eerste klas al, maar toen ben ik het gaan doen. En het werd gewoon heel leuk gegeven, dus ik heb het blijven volgen. En het is echt een passie van me geworden. Ik ben zelf ook nogal Chinees, mijn moeder is Chinees. En ik kon al gewoon heel veel Chinees. En ik had eerst Spaans natuurlijk als vreemde taal, had je nodig voor VWO. Maar ik stond er helemaal niet zo goed voor. Ik had volgens mij gemiddeld een 4. En toen kwam de optie om Chinees als vreemde taal te pakken. En ja, die greep ik met beide handen. En zo was VWO een stuk makkelijker voor mij. In plaats van Spaans als vreemde taal. Gewoon lekker Chinees doen. En waar ik uiteindelijk ook nog een 9 voor stond. Dus dat is ook altijd wel eerlijk. Bij de bekendmaking van de uitslag ben je ook geïnterviewd door het Eindhovens Dagblad. Hoe ging dat? Ja, ook goed. Die vrouw die vroeg gewoon een paar vragen over hoe alles ging. Dat is niet heel spannend, maar het was wel heel leuk om te doen. En welke vervolgstudie ga je doen? Ja, dat is dan wel weer een beetje grappig. Ik ga China-studies doen in Leiden.
Dus dat is dan wel weer een beetje een vervolg op wat ik hier heb gedaan. Ook mede doordat ik het zo leuk vond en ik wil de taal echt goed gaan beheersen. Ja, ik ga naar Nijmegen, naar de Radboud Unie. Ik ga daar wiskunde studeren. Dat is op zich wel cool, denk ik. Het is wiskunde, man. Zou niet mijn keuze zijn geweest. Dat is niemands keuze. Het is theoretische wiskunde. Het is niet eens nuttig. Waarom ga je dat dan doen? Nou, in Nijmegen geven ze een heel erg andere wiskunde dan hier in Eindhoven. In Nijmegen geven ze namelijk theoretische wiskunde. En ik vind dat eigenlijk geweldig om over na te denken. Ja, ik ga naar TU. Technische bedrijfskunde ga ik doen. Of hoe dat heet, industrial engineering. Ja, ik ga studeren. Ik ga liberal arts and sciences doen op Amsterdam University College. Heel veel succes met studeren en we zien je graag nog een keer terug. Dankjewel. Het was leuk om een keertje aan deze kant van de camera te staan. Is er nog iets wat je wil vertellen tegen de kijkers? Ontzettend bedankt. En als je naar het Stedelijk gaat, ga even naar SCTV. Hartstikke leuk. Daar ben ik het mee eens.